ik heb wat meegenomen vandaag. Yes. Ik ga je even ernaar laten kijken. Yes. Oké. Okay. Maar kijk wat je erbij geeft van Gucci. Deze. Ja. Oh. Okay. Kijk eens. Gucci. Is dat echt of is het nep? Is het echt of is het nep? Ik zeg je eerlijk. Dit is echt. Ik ben niet echt van designer dingen. Maar is dat leuk? Ja, maar dat kan ook in nep staan, hè? Ja, oh, maar het staat hier ook aan de binnenkant. Als sla je me dood. Weet ik niet. Ja, jij weet het niet. Nee. Like, how the F should I know? Gewoon goed kijken. Ik heb echt geen verstand, hè? Je vraagt me echt iets. Zou ik niet echt weten. Goed kijken? Ik heb hier ook heel weinig verstand van. Maar ik zeg nep. Nee, ik denk ook nep. Ja, ik heb zelf een echte. Maar deze is nep. Oh, nee, hij is nep. Met al die moeite. Nee, hij is echt. Nee, hij is echt. Ik denk dat dit nep is. Oh, ja, dit is echt. Wat ziet er heel echt uit volgens jou? Nou, ik heb er ooit één zelf gehad. En dit, ja, hij is hetzelfde volgens mij. Dit is wel echt. Nee, nee, hij is nep. Echt? Ja. Nee. Ja. Ik heb zelf ook een rat. Heb je misschien ook een nep? Ik zie dat jij Daily Paper aan hebt. Ja. Vind jij merkkleding dus ook heel belangrijk? Of? Nee, eigenlijk niet. Kijk, weet je wat het is? Een beetje twijfelachtig. Ik vind jassen en schoenen vind ik altijd wel hard om dat gewoon merkkleding te dragen. Maar ik denk dat als je de rest gewoon basic Zara en zo een beetje kan combineren, dan vind ik het niet. Okay, en jij, vind jij merkkleding belangrijk? Niet echt. Maar bijvoorbeeld broeken. Ik vind broeken van de Zara, die passen mij nooit goed. Dus ik heb nu een Scotch & Soda broek aan en die zitten gewoon veel lekkerder. Betere kwaliteit. Betere kwaliteit, gaat langer mee. Dus de reden dat je merkkleding koopt is de kwaliteit? Ja, alleen? Echt wel. De kwaliteit, zeg maar, ik kan 10 shirtjes bij de Zara kopen. Of ik kan één shirtje van Heren Preston kopen, bijvoorbeeld, wat ik nu aan heb. Alleen ik vind de merkkleding gaat gewoon wat langer mee als de Zara kwaliteit bijvoorbeeld. Wat vind je van nepkleding? Ja, ik draag zelf eigenlijk niks nep, omdat ik doe daar niet echt aan. Omdat ik vind als je het kan halen, dan kan je het halen en als het niet kan, kan het niet. Maar om heel eerlijk te zijn, aan het einde van de dag boeit het niet. Dan maakt het niet uit wat we dragen. Jee, toch? Kijk, ik draag het gewoon omdat ik het goed vind staan. Maar ik zal, precies, maar ik zal nooit met kleding lopen dat heel groot Gucci heeft of zo. Ik draag meer nonchalant, echte dingen. Wat vind je dan van mensen die het wel dragen? Ja, je koopt het een beetje voor de status, toch? Ja. En dan zou je dan... Dat weet je niet. Dan heb je een soort van nep status. Want als mensen daar gelukkig van worden om nep design te dragen, doe je boel. Stel je voor, je bent hier op de markt, dacht je, dat je aan het lopen, je loopt langs deze kraan. Je ziet daar allemaal neppe Air Max en zo. Ja. Zou je daar een paardje schoenen kopen? Ik zelf niet. Nee? Maar ik ben echt een Nike persoon. Dus ik ben wel van mijn Nike. En wat is dan het verschil tussen Nike? Wat is je laatste designer aankoop? Dit jasje, spijkerjasje van Palm Angels. Ja. Ja, en hoeveel kostte die of is het een hele brutale? Die was 610 euro. 610, oké, dat is best wel veel geld, hè? Ja, kost wat. Want daarmee kun je ook bijvoorbeeld een weekendje weggaan of maar wat. Dat kan. Waarom heb je ervoor gekozen? Nou ja, verdien geld en dan kan dat gewoon. Ja. Deze schoenen? Nee, echt niet. Ja, en hoeveel waren ze als ik vragen, man? 300 euro. Vond je dat veel geld om uit te geven? Ik vond het veel geld voor schoenen. Dat vind ik eigenlijk wel veel geld. Op het moment dat je zelf boodschappen gaat moeten betalen en zo, dan ga je echt pijn hebben. Dan ga je denken, wow, ik kan niet gewoon een maand eten van halen en dan is het echt anders. Ja, ik denk dat als je kan betalen dat het gewoon prima is, maar kan je niet betalen, doe het dan niet. Nee. En ook zeker geen neppe kleding, dat is not done voor mij. Vinden jullie dat je geen merkkleding mag dragen als je niet zelf je geld verdient? Dus geld voor je ouders hebt ofzo? Oei, dat is wel een lastige vraag, man. Als je ouders daar hard voor werken en zij willen jou daarmee belonen en dingen. Ik vind dat iedereen dat lekker zelf moet weten, toch? Ik denk het ook wel, ja. Ik ga alleen nooit heel lekker op mensen die dat allemaal op een snapverhaal en shit zetten en dat soort dingen. Ik zie dat jij ook een gouden ketting om hebt. Is die echt goud of nep goud? Dat is een vraag die ik niet beantwoord. Oké. Okay.